Ik heb een tijdje niks te doen. Het was vroeger in het seizoen, zo van alles mag en niks moet. Je weet wat ze zeggen als je nergens zoekt, precies dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe. Hoe vijzer of een klavertje 4 dagen als die zijn schaars, dus klagen we niet. Allemaal goed zoeken naar vertier, mogen naar een plekje in de vaste kroeg. Vanaf hier ik kende hem, via, hij me via ook. Ik zei, we zien wel hoe het loopt, naar wat ik hier, ja. Laatste ronde, tijd om te vertrekken. Stuurde onderweg naar huis nog een berichtje, slaap lekker. Dag en nacht en mij daartussen. Jouw kussen zijn. Op mijn natte dromen. Bang van komen en jagen. Blijf in de ding, want jij is last. Wat ben jij? Is fantastisch voor. Veel te groot en dat klein te zijn. Applaus vragen voor de mensen die ons hier zo goed ontvangen hebben, die ons geholpen hebben met alles. Paul en zo, ik weet niet waar hij is, maar dankjewel. En de mensen van, wacht, dan moet ik zeggen dat ik het goed zeg, hè? Want ik zeg het altijd verkeerd. Rips Piqué. Hé, hey, ja, zo is het, hè? Dankjewel. Ze gaan ons ook lekker eten gegeven, dankjewel daarvoor. En ze gaan ons nog veel drinken geven, ongetwijfeld, dankjewel. Voilà, en wat moet ik dan nog zeggen? Ah ja, dat je het album dus kunt kopen. Dat is nog niet gezegd geweest vanavond. Na de voorstelling, heel toevallig, heb ik erbij. En u moet helemaal niks, maar als u dat doet, voor de mensen die dat weten, dan schrijf ik daar alles op wat u wil. Ja, alleen propere dingen wel. Ik denk dat onze mama en ons papa wel graag mee winkeltjes spelen. Kunnen jullie mij niet helpen? Ja, want we hebben ook pretpakketten. Tegenwoordig moet dat in het Engels zeggen. Hè? Tegenwoordig noemen ze tote bags. Zo'n zakje waar je mee naar de winkel gaat. Zo'n linnen zakje. Met een schoon embleemknop. Ontworpen door Lore, de zus van Wouter. Heel schoon en schoon. Heb ik haar al eentje gegeven? Ja, ik heb haar al eentje gegeven, ja. Ik moet daar nog eentje doen. En ook een spiegeltje, een zakspiegeltje voor in het zakje. Ook met het ontwerp van Lore erop. En dan kun je ook nog, dus
Dus het printpakket bestaat dan uit het tote bag, het zakspiegeltje, de cd, hè, want het is een cd'ke, en een vinyl, maar daar zit ook een cd'ke in van een Engelse plaat die ik ooit gemaakt heb. Dat krijg je daaraan ook nog eens bij. Allemaal voor ene schone prijs. En vandaag, omdat het de eerste is, zullen we zeggen 40 euro. Normaal is het 50 euro, maar vandaag is het 10 euro korting. Allee, lap. Voilà. Dus je krijgt eigenlijk die plaat er gewoon gratis bij. Omdat ik er nog heel veel heb. En dat je die gewoon erbij krijgt. Voilà. Het is wel goed. En Wim is wel goed, hè? Ah, voilà. Kijk, okay, de Wim zegt dat het goed is. Als de Wim het zegt, is dat waar. Nee, dat is echt, hè. Die heeft echt onberispelijke smaak. Oké, familie. Dus, dat moest ik allemaal nog zeggen. Ben ik nog iets vergeten? Ja, nee, nu is het een moment, hè. Nu is het niks meer vergeten, weet zeker? Oké, okay, dan gaan we het laatste liedje voor spelen. U mag allemaal eindelijk publieksparticipatie, dames en heren. U mocht allemaal meezingen. De tekst is niet zo moeilijk. De tekst is tuturituri, tuturituri, tuturitu. Ik ga nog eens herhalen. Tuturituri, tuturituri, tuturitu. Een keer. Een keer.
merci. Ja, dat is ook heel leuk, klokkenspel spelen toch. Schuil je niet in mij, val je voor
afsluiten met een liedje van een nieuwe plaat. Het heet Aan Uit. En ja, het gaat over de voorbije periode. Aan Uit, Aan Uit. Ja, nee. En nu is het terug, ja, dus we zijn heel blij. Het is aan. Het is aan. Thank you.